Vanuit Amsterdam zijn gisteren 90.000 AstraZeneca-vaccins, medische hulpgoederen, vaccinatiebenodigdheden en Personal Protective Equipment, PPE, aangekomen in Suriname. De geleverde vaccins zijn onderdeel van het steunpakket welke Nederland aan Suriname geeft in de strijd tegen COVID-19. De SLM heeft in het transport gefaciliteerd. Minister Amaramadine van Volksgezondheid en zijn collega Hugo de Jonge tekenden de schenkingsovereenkomst tussen Suriname en Nederland. De bedoeling is dat Nederland 750.000 AstraZeneca-doses levert, als het kan nog deze maand. Maar dat is afhankelijk van de leveringen die Nederland zelf binnenkrijgt. Met de ondersteuning ligt het in de lijn der verwachting dat Suriname de COVID-19-situatie sneller onder controle krijgt. De ambassadeur van Nederland in Suriname, Henk van der Zwan, heeft toegezegd dat hij zich volledig zal inzetten om de steun aan Suriname te continueren.